Goedendag. U kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland. En als u goed kijkt, zit ook een groot deel van de Noordzee ten noorden van Nederland vol met bewolking. Die bewolking die is erg hardnekkig boven de Waddeneilanden en het noordelijke deel van Friesland en Groningen. Maar in de rest van het land krijgt de zon in de loop van de ochtend de overhand. Temperaturen rond de uur of 10, 13 graden en vanmiddag is het dan 16 tot 19 graden. Nog steeds bij zonnige perioden. En de meeste wolken langs de noordkust. Blijven overal droog. Vanavond lossen de wolken verder op, schijnt de zon. Maar in het noorden kan het al wat nevelig worden. En in de loop van de nacht is er kans op een mistbank. Temperaturen dalen komende nacht tot lokaal 5 graden. Morgen overdag hebben we opnieuw een flinke zonnige periode. De wolken langs de noordkust die trekken geleidelijk ook weg. Dus ook daar gaat de zon doorbreken. En het kwik stijgt naar 20, plaatselijk 21 graden. Woensdag kan het 22 graden worden, maar kan er ook lokaal een bui vallen. Woensdag en donderdag neemt de kans op buien verder toe. En als u geïnteresseerd bent in het weer in het komende weekend, kijk dan straks op onze website, want mogelijk wordt het flink warm. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.